Een ingenieursopleiding in het Engels kan volgens minister Weitz alleen als er ook een gelijkaardige opleiding in het Nederlands bestaat. Die redenering zorgt alweer voor spanningen tussen de regeringspartijen. Gwendolyn Rutte van Open VLD denkt daar namelijk helemaal anders over. Ja, welkom mevrouw Rutte voor Open VLD. Plotseling moest minister van Onderwijs Ben Weitz ontgelden, want hij verbood een opleiding in de Master Burgerlijk Ingenieur in het Engels aan de Universiteit van Gent. Ik zou bijna durven zeggen, laten wij het gesprek in het Engels voeren, maar dat zal ook op een koude steen vallen, denk ik. Yes, we can. Ja, kijk, het is waar ik de minister absoluut in begrijp, hè, is dat het Nederlands, dat is onze onderwijstaal, daar hebben we hard voor gevochten. En ik ben zelf ook een product van het Nederlandstalig onderwijs. Dus het is een hele goede zaak dat je ook naar de universiteit kan gaan en in je moedertaal, in mijn geval mijn moedertaal, een academische opleiding kan volgen. Daar gaat het as such niet om. Hè. Het is dus niet de vraag om alle opleidingen aan onze universiteiten nu plotsklaps in het Engels te gaan geven. Nee, maar als je dat woord Nederlands laat vallen, ook hier in het parlement, dan alle duiven zonder. Ja, dus ik denk dat de minister vooral dat punt wilde maken. Hè, en dat begrijp ik ook. Maar dan kijken we naar de vraag die op de tafel kwam. En vandaag is het zo dat universiteiten in principe al hun opleidingen, als ze die in het Engels aanbieden, ook in het Nederlands moeten aanbieden. En dat moet ook zo blijven, volgens u? En dat u. De minister zegt, dat moet in alle gevallen zo blijven. Ik ben het met hem eens als het over de bacheloropleidingen gaat, omdat als je van het secundair naar het hoger onderwijs gaat, die stap is al heel groot, dat is niet evident. We zien ook dat het vaak nog mankeert aan kennis, academische kennis van het Nederlands. Maar ik hoor u zeggen, in de masters, daar verschilt u van mening. Ja, in de masters verschillen we van mening. En dat komt omdat de universiteiten zelf, de studenten burgerlijk ingenieur zelf, want voor alle duidelijkheid gaat het niet over alle masters, het gaat over de master burgerlijk ingenieur en de verschillende deelrichtingen die daar zijn, die vragen eigenlijk zelf, laat ons toe om dat alleen in het Engels aan te bieden. Mm-hmm. En als zo'n vraag van het terrein komt, dan is daar een reden voor. Namelijk op heel wat universiteiten is men in theorie in orde, heeft men die Engelstalige opleiding en een Nederlandse variant. Maar eigenlijk zijn dat zijn spookopleidingen aan een aantal universiteiten. Die zijn daar op papier. Met omwille van die regel misschien, omdat het equivalenten moeten zijn. In het geval van de burgerlijke ingenieurs is het zo dat hun vaktaal en de manier waarop zij hun beroep uitoefenen, dat is heel internationaal. Dat is wetenschap, dat is technologie, dat is innovatie. En daar is het Engels natuurlijk de internationale voertaal. De cursussen, ook in de bacheloropleiding, zijn daar heel vaak al in het Engels. En wat zij vragen is, laat ons toe om dat efficiënter te doen. Laat ons toe om van het Engels het principe te maken. En dan aan de studenten die dat nodig hebben en die dat wensen en die misschien toch niet zo vlot met dat Engels weg kunnen, om die op maat te begeleiden. Maar stap af van de idee dat we per definitie alles dubbel moeten doen. Want dat is dubbel werk, dubbele kosten, inefficiënt. Ja, maar de minister wil daar niet naar luisteren. Maar er is misschien wel een punt te zeggen van, helpt dat wel om degenen die minder goed kunnen volgen in het Nederlands en die moeten dan omschakelen naar het Engels? Ja, dan zit je dus ook met een soort achterstand, een drempel die extra wordt toegevoegd, zegt men. Ja, dat klinkt op het eerste zicht heel aannemelijk. Maar de studenten zelf hebben een brief geschreven en die hebben gezegd, de drempel heb je enerzijds van het secundair naar het hoger onderwijs, naar de universiteit. En daar is het belangrijk dat de bacheloropleiding ook in het Nederlands blijft. Maar er is nog een tweede drempel. En die tweede drempel is vanuit je master naar de arbeidsmarkt. En die studenten zeggen zelf dat de arbeidsmarkt, de bedrijven, die hele internationale wereld, die vragen allemaal Engels. Die vragen Engels. En dus de studenten zeggen, we moeten die drempel wegwerken. En ze zeggen niet dat als je, het zal gebeuren, hè, dat er studenten zijn die het moeilijker hebben met dat Engels, maar ze zeggen daarvan, begeleid die op een andere manier in plaats van dat hele parallele systeem overeind te houden. Ja, dan moet dat allemaal lukken volgens u, maar we weten allemaal, die studenten die kunnen misschien wel goed volgen. We weten ook dat een aantal professoren, om van het Nederlands naar het Engels over te schakelen, dan krijg je een soort
steenkolen Engels waar niemand mee vooruit is natuurlijk. Je leert daar niet echt goed Engels mee spreken. Nee, maar het is ook geen, het is geen opleiding in de letteren. Hè? Nee. Het is geen talenopleiding. Het zijn allemaal slimme jongens en meisjes. Het zijn ook geen humane opleidingen waar taal natuurlijk heel belangrijk is. En het is een alfa-opleiding, een wetenschappelijke opleiding, waar de taal van de wiskunde en de technologie is. En waar het jargon vandaag de dag in het Engels is. Dat is maar de realiteit. In de tegenargumenten dachten we te horen, ja, is het nu niet much ado about nothing. Het gaat natuurlijk maar om die ene opleiding in Gent waar je een hele kleine hebt met Nederlands, uitsluitend Nederlands en een hele grote in het Engels. Waar zijn we nu in godsnaam over bezig? Dat klopt. En ik kan nog andere universiteiten noemen waar het dan spookopleidingen zijn. Ja, aan of de... andere waar in Leuven, waar dan toch een heel grote, als ik het goed heb, de minister heeft de cijfers gegeven. Hè. 400 in het Engels, maar wel 700 in het Nederlands. Ja, dus daar loopt het dan weer helemaal die anders. Die cijfers moet ik, daar ga ik niet op in, want ik heb ook al andere cijfers gelezen. Ja. Maar het klopt dat de KU Leuven een van de universiteiten is waar het wel nog parallel wordt aangeboden. Maar dan is het toch wel opvallend dat ook de studenten van de KU Leuven, de studenten zelf zeggen, laat ons dit in het Engels doen. Hè. Het zijn hun vertegenwoordigers die dat vragen, samen met de prof, samen met de rector. Dus dan denk ik ook, het is hier toch vooral de politiek die een principieel punt wil maken. De oude Vlaamse strijd. Die even wil... En ik snap dat ook, want het is belangrijk. De flamiganten die liever van de honger sterven met een Frans brood onder hun arm. Ja, dat heeft hij gezegd, maar ik heb aan de minister vooral gevraagd, oké, uw punt is gemaakt, Nederlands is en blijft belangrijk, maar ga alsjeblieft aan de tafel. We hebben hier in een kleine economie die Vlaanderen is, hebben we behoefte aan technologie en innovatie, het paradepaardje van de minister-president. Vlaanders Technology and Innovation Vlaanders Technology and Innovation, dat is dus het uithangbord, is hier verengelst, maar oh wee, als de studenten komen vragen, mogen wij het ook in het Engels doen, dan is het kot eventjes spreekwoordelijk. Ja, dus ga maar praten, is het antwoord. Dat is mijn vraag. Ga aan tafel. Put your money where your mouth is. We kunnen er nog een paar vinden. Ja, voilà. Nu, ga aan tafel. De Vlaamse regering is gelukkig ook weer aan tafel gegaan. Even heel kort naar de actualiteit, dat stikstofakkoord. Mm-hmm. We hebben het nu allemaal min of meer kunnen bekijken. Zijn ze eruit? Is het nu opgelost? Politiek is het voorlopig opgelost. Maar... En dat is al een goede zaak, want dan kunnen we ook naar heel veel andere dingen kijken, zoals onderwijs vandaag. Maar ik denk dat dit zo'n verhaal is waarvan men op het einde van de tijdelijk einde zegt, wordt vervolgd. Ja, puntje, puntje, want puntje. Over een goed jaar zitten we in de aanloop naar de verkiezingen volop. Tegen dan zal het wellicht niet uitgeklaard zijn, want er komt nu toch... Hoe dan ook nog een openbaar onderzoek, een milieueffectenrapport, dat over die twee punten waar CD&V zo moeilijk over deed, hè, het kunnen verschuiven van bepaalde rechten of de gelijkschakeling van industrie en landbouw. En dat zal dus weer afwachten worden wat daar het resultaat van is. Ik denk dat het debat niet alleen omwille van dit akkoord nog terugkomt. Ik denk dat het ook een heel belangrijk debat is. Hoe gaan we om met onze openbare ruimte? Hoe zorgen we voor rechtszekerheid als we economisch dingen willen doen? Hoe beschermen we natuur op een toch wel een beetje pragmatische manier zonder te vervallen in al te gekke situaties? Dus er komt ook nog Europese regelgeving aan die het nog allemaal veel strenger gaat maken. Dus dit is sowieso een heel belangrijk thema. Ja. Ik weet dat het technisch is en soms vervalt men in die techniciteit, maar eigenlijk is het gewoon maatschappelijk heel belangrijk. En het is misschien ook nog maar een eerste stap als we zien wat er nog allemaal op ons afkomt. Nu, we horen al de eerste reacties, om het nu niet op flessen te trekken, maar u bent in dat dossier gedoken als een van de grote verdedigers van de paters van Averboden, bij wijze van spreken. De ongerustheid is niet weg natuurlijk. Nee, zeker in de sector. Niet. En was dat niet de bedoeling uiteindelijk? Wel, dat moet nog steeds de bedoeling zijn. Ik denk dat er in dat akkoord een aantal hele goede dingen zitten waar nu wel duidelijkheid over is. Bijvoorbeeld de opkoopregeling voor de varkens. Het heeft lang geduurd, maar het is er. Ja. Europa heeft een akkoord, heeft gezegd dat het kan. Ja, en dat zat al in het krokusakkoord. En dat zat al een jaar geleden in dat krokusakkoord. Maar daarmee kan je al heel snel beginnen met de varkenstapel te verminderen. En eigenlijk ook dat stikstofbad een stukje te laten leeglopen. Want varkenshouders zijn in de demografie bij de oudste landbouwers die er zijn. En iedereen is het er ook wel min of meer over eens dat die varkenstapel mag worden afgebouwd. En dan geef je op die manier al wel wat zuurstof. Dus er zitten goede elementen in. Okay. Ik denk ook dat het een goede zaak is dat men de bijkomende maatregelen in openbaar onderzoek zet. Hè. Anders is het een beetje een wel eens niet-spelletje. En op deze manier wordt de discrepantie toch een pak
pak kleiner. Dus ik vind dat dat aanpassingen zijn ten goede. Mm-hmm. We zullen zien wat uit het openbaar onderzoek komt. Te gronde zou ik zeggen, het parlement zal hier ook nog zijn zeg over moeten doen. Uiteraard. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Oké, en daarmee kunnen we dan mooi eindigen. We waren begonnen met het Engels aan de universiteiten en we zitten weer in het stikstofbad. Althans, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.